Yo, Nintendo fans! We zijn hier in een ijsdorpje. En in de vorige jam hebben we hier een epische battle gehad. Epische rap battle. Als je mijn sicke lines wil horen, check de vorige video. Maar we waren eigenlijk onderweg naar de buurman. Dus daar ga ik rustig naartoe klauteren. En terwijl Koraidon en ik lekker omhoog klauteren, kun jij gewoon even de tijd nemen om duimpje omhoog te doen, te abonneren. En je weet het belletje aanzetten, want dan mis je geen enkele video. Dan gaan wij eens even kijken wat voor Pokémonnetjes hier zijn. Crygonal, Bronzong, Snover, Citadel. Daar zijn denk ik ook Snottebelbeerde. Yo, Snottebelbeer, daar hangt wat uit je neus, vriend. Je moet even zo doen. Nou, zoek het lekker uit met jullie snottebelletjes. Nu we trouwens hier in het ijsgebied lopen, weet ik gelijk de vraag van de dag. Wat is de tofste ijs-Pokémon? Ik zou misschien toch nog steeds zeggen Articuno. Maar ik ben benieuwd naar jullie meningen. Misschien ben ik het wel met één van jullie eens. Is hier al de andere gym? Dat is echt super dichtbij. Het is echt de buurman. Kijk, daar is de gym al. Nou, dat hebben we snel gedaan. Zo, heb jij het niet koud, joh, in je ronkie. Korte mouwtjes, Rocky aan. Je bent niet goed. Ik heb het al koud als het plus 5 graden is. Maar hier is het min 50 volgens mij. Staan ze nog in een Rocky en de shirtjes. Die zijn echt niet goed, hoor. Ik vind dit geen goed voorbeeld. Ik ga de Pokémon Company aanklagen. Door hun voorbeeld wordt iedereen ziek. Is het trouwens bewezen dat je inderdaad ziek wordt als je gewoon in de kou loopt? Of zou dat een fabeltje zijn? Nou ja, oké. We gaan gewoon lekker de gym in. Hallo, ik kom de volgende batch halen. Hey, Nemona is er ook alweer. Die zeggen, hey, Rick, tjoe. Het is tijd voor je laatste gym. Is dat al mijn laatste? We gaan zo hard. Kunnen we hier naar de Pokémon League gaan doen? Nemona zegt, you got this. Komt helemaal goed. Misschien is La Primera ook wel in de buurt. Dan gaan we samen voor je juichen. Laat het maar zien, Rickachu. Ja, dat komt helemaal goed. Hoop ik. Denk ik. Dit is de Glaciado Gym. Lekker op zijn Hollands uitgesproken weer, ik. Glaciado Gym. Oké, natuurlijk. Eerst weer de gymtest. Net als bij de vorige 7 gyms. De Snowlope Run. Oh, we moeten naar beneden op een slee of zo? Oh, op de rug van de Pokémon moeten we naar beneden glijden. En dan moeten we binnen de tijd beneden komen. Dat is wel een vette test. Deze is superleuk. Dit verdient extra duimpjes omhoog. Jammer dat jullie niet gewoon 2 of 3 duimpjes omhoog kunnen doen, hè? Jammer, jammer, jammer. Oké, oh, hier liggen ook allemaal Pokéballs. Ice Heal. Nog een Ice Heal. Oh, er zijn er zelfs 3. Oké, waar mag ik me melden? Hierboven ergens? Ik heb niet opgelet. Hallo, bij jou? Ja, bij jou. Oké. Hallo daar, ik wacht al op jou. Dit is waar de Snowslope Run begint. Glij zo snel mogelijk naar beneden, maar pas op, het is glad. Nou, dat klinkt niet heel ingewikkeld. Gewoon als een jekko naar beneden van die berg. Kijk, en dit is die berg. Ja, 1 bochtje, 2 bochtjes. Nou, ik zie niet waar het helemaal toe leidt. Kunnen niet van tevoren inschatten hoe dit gaat. Maar ik denk dat het goed gaat komen. Come on, Koraidon! 3, 2, 1. Oh, het spel moest nog aftellen voor mij. Ik was te vroeg. Go, 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 go. Yes. Oké, gaan, gaan. Ja, hoekie om. Goed zo. Keihard naar beneden. Goed zo, hoekie. Ja, en weer een rechte lijn naar beneden. Bob, 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 bob. We moeten dit in 1,5 minuut doen. We zijn nu 14 seconden onderweg. Oh, oh, dit is echt een scherpe bocht opeens. Scherpe bocht. Nu, recht naar beneden. Ja. Je remt wel heel veel af in de bochten, Koraidon. Je mag iets sneller in de bocht zijn voor mij. Dit gaat toch een beetje langzaam. Oh, maar daar is de finish al. Oh, joh. Easy. Easy peasy. Binnen de... Oh, precies 37 seconden. Netjes, man. Ja, dit ging vrij soepel. Het was niet heel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Krijgen we nu nog een moeilijker parcours of zo? Gefeliciteerd, je hebt het gehaald. Dat was echt de beste slide die ik ooit heb gezien. Bijna alsof Grusha in zijn primetijd zag. Oké, laat de receptionisten maar meten. Was dit het? Was dit alles wat ik hoefde te doen om deze gym binnen te komen? Ja, dit was wel de makkelijkste gymtest van allemaal, denk ik. Dit was nog makkelijker dan olijfje in het doel schieten. Maar nu de gym, want ik heb weer bijna geen counters, hè. Ik heb echt het idee dat als we Fuecoco hadden gekozen aan het begin, dat we het veel makkelijker zouden hebben met een Fire-type Pokémon. Want normaal gesproken is de Fire-type Pokémon altijd de hard mode, maar dan hadden we deze gym heel makkelijk kunnen fixen. De Psychic-type gym hadden we makkelijk kunnen fixen, want hoe heet die ook weer? Skellerich, die wordt ook een Ghost-type Pokémon. Nou, dan kan je vervolgens ook in de Ghost-type gym misschien nog wel een en ander doen. Dus dat was wel de makkelijkere keus. Hallo, Citadel trouwens. Kom jij ons begroeten? Daar ben je! Oh, was jij je Citadel aan het zoeken? Oh, Grusha die heeft het koud. Ja, maar jij hebt wel lekkere kleren aan. Ik heb trouwens ook echt maar korte mouwen aan. Ik spoor ook niet hoor. Ik ga straks mijn warme kleren aantrekken. Grusha zegt, ik ben een snowboarder. Ik ben zelfs een pro. Maar nu ben ik ook gymleader. Ik zag jou van die heuvel afglijden. En ja, dat waren best wel coole moves. Maar...
Doe niet stoer. De winterse bergen zijn gevaarlijk. Ze kunnen je leven zo van de berg afgooien. Zo, dat is best wel een duistere gedachte, Grisha. Hetzelfde met Pokémon Battles. Het wordt het gevaarlijkst als je net een beetje goed begint te worden. Je had beter een andere dag kunnen uitkiezen. Geef maar gewoon op. Weet je zeker dat je mij wil battelen? Tuurlijk. Let's go. Tot nu toe heb ik elke battle gehaald. De ene iets makkelijker dan de andere. Ik ben benieuwd, Grisha. Laat maar zien wat je hebt. Grisha die zegt, neem het niet persoonlijk. Maar ik ga echt heel mijn best doen. Ik ga helemaal los. Samen met Citadel, zo te zien. Hier komt je ijsstuk van de realiteit. Dat is echt een hele wekke vertaling naar het Nederlands. Kom maar op, Grisha. Met wie begin je? Frostmoth. Waarschijnlijk kan ik die niet fighting moven. Ofwel... De tweede type is bug, toch? In plaats van ijs. Volgens mij is die geen ijs. Of nee, hij is wel ijs natuurlijk. Maar hij is geen flying type, dat bedoel ik. Raging Bull? Niet super effective. Maar raken wel hard genoeg. Welk level was die Frostmoth trouwens? Daar heb ik helemaal niet naar gekeken. 47. Oh, we zijn hetzelfde level. Oké, dat is spannend. Wat? Pardon? Waarom gaat mijn Tauros dood van een blizzard? Quaxly? Jij hebt low sweep. Waarom is mijn Tauros nou kapot? Is mijn Tauros niet goed of zo? Ik dacht dat het ook een vet goede Pokémon was. Waarom ben jij sneller? Waarom is die Frostmoth zo freaking snel? Sneller dan mijn Quaxly, Quaxly, Quaquiavelli. Hoe die ook mag heten. Quaquavel. Oké, Beartick nu. Oké, die moeten we kunnen fixen, toch? Zal ik gewoon terrestrializen? Ik denk dat het slim is. We gaan gewoon terrestrializen. Let's go! Gooi de Orbi. De Tauros is toch al kapot. Zomaar is die kapot gegaan. Die zag ik echt niet aankomen. Door Frostmoth. Doe normaal. Niet. Earthquake. Waarom zijn al die Pokémon, waarom zijn al mijn tegenstanders sneller? Ik kan niet begrijpen dat Beartick sneller is dan mijn Pokémon. Ik vind dat heel gek. Kijk, nu ben ik wel sneller. Oké, heel nice. Die beer hoort toch traag te zijn? Ik dacht dat het een trage beer was. Oké, nu Titan. Oh, de evolutie van Citadel. Ik twijfel om nu te gaan healen eigenlijk hoor. Nou, we gaan gewoon low sweep doen. Kan ik jou in één keer kapot maken? Nee, dat kan niet. En nu dan? Wat gaat ze Titan doen? Ice Spinner. Oh my gosh, dat ziet er heftig uit. Maar het is allemaal not very effective. Dus dat is nice. Laat ik dan nu gaan healen. Let's go met je mooie danspasjes. Quaquiavelli. Oké, nice. Nog een keer Ice Spinner. Die doet dus niet zo heel veel damage. Nou, dan zouden we dit zo moeten kunnen gaan winnen. Let's go, Quaxly. Let's go, Quaxly, for the win. Ik had Tauros iets te hoog ingeschat, blijkbaar. Misschien moet die dan toch nog uit mijn team straks, hoor. Dan nu Altaria. Oh, dat is ook een dragon, toch? Die is flying en dragon. Maar welk type wordt dan weggehaald? Ik heb zo'n vermoeden dat die nu flying en ijs wordt. Of ben je dan alleen ijs? Gaan dan allebei je types weg? Dit gaan we testen, jongens. Dit gaan we nu testen na 8 gyms. Hoe het terrestrializen precies werkt. Want als ik hem kan low sweepen zonder dat het not very effective is, dan is hij dus blijkbaar alleen een ijs Pokémon geworden straks. Sterker nog, als dit super effective is, dan weten we helemaal genoeg. Oké, daar gaat Grisha! Hoppakee. Alles of niets op Altaria. Shiny Altaria is echt zo cool. Die is goudkleurig. Dat is echt een hele vette shiny Pokémon. Dit ziet er ook wel heftig uit. Ik kan low sweepen. En inderdaad super effective. Dus allebei je types gaan weg. En je wordt alleen het type waarin je terrestrialized. Hurricane gaat ook wel pijn doen. Valt me op zich nog mee. Ik ben wel confused. Dus ik zou nu ook zomaar mezelf kunnen gaan slopen. Als ik Altaria nu niet raak, dan heb ik een groot probleem met Quaxter, Quaxwavel, Wavel, Wavel. Maar we hebben geen probleem. We hebben die badge. We hebben die laatste badge. En we kunnen nu richting de Elite Four. Richting de Pokémon League. En dat wordt wel een dikke hype. Maar eerst moeten we natuurlijk nog alles doen wat we nog op de map kunnen doen. Voordat we die eindgame content kunnen gaan doen. Of willen gaan doen. Ja, en Grisha, ja... Die zegt, je bent rechtstreeks door me heen gesmolten. Ja, dat, zo ging dat. Kom maar op met die badge. De passie die jij hebt. Je blik op de toekomst. Het maakt niet uit welke challenges jij onder ogen moet komen. Zoals ik vroeger ook. Maar laat maar, ik moet jou deze gym badge gaan geven. Wil je een foto samen om jouw winst te vieren? Ja, natuurlijk. Grisha dacht, dat is echt niet cool. Dat doe ik normaal gesproken niet. Maar oké, voor deze ene keer dan. Nou, dan wordt een mooie foto vast. Kijk nou, joh. Ik wist, ja, die heeft er echt helemaal geen zin in, joh. Nou, we hebben het wel gefixt. Citadel komt er lekker achteraan huppelen. Het is echt een leuke Pokémon, die Citadel. Grisha die zegt, met 8 gym badges kan je elke Pokémon gaan vangen. En iedereen luistert naar je, ook al is het cool of niet. En dit mag je ook nog meenemen. Een TM'tje, ijspinner. Volgens mij was dat best wel een goede move. Grisha zegt, die TM is vast nuttiger dan die stomme foto. Ja, maar de 8e badge, Citadel.
Doei. Ja hoor, daar zijn ze. Nemona, die zegt Rikachu, Tauros. Ja, met Tauros gaat het niet zo goed hoor, Nemona. Ik weet niet of je hebt gezien, maar die ging best snel kapot. Maar lief dat je ook aan Tauros denkt. Je hebt het gedaan. Oh, ik ben zo blij voor je. Dit is echt zo cool. Ik weet dat ik zei dat ik niet bezorgd was, maar toch mijn hart ging tekeer als een malle. En Greta La Primera zegt ook heel goed gedaan, Rikachu. Je laat zien dat je echt veel talent hebt. En de mode zegt, nee, serieus, je moet echt even jezelf een schouderklopje geven, want je hebt elke gym verslagen. Dat betekent... En La Primera zegt, ja, inderdaad, nu dat je de 8 gym badges hebt, kan je de Pokémon League gaan verslaan. En dan kan je misschien net als Nemona ook een kampioen worden. Ja, 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 ja. Dat is het boutje waar we naartoe moeten. Daar waren we in het begin van deze serie al een keer naartoe gegaan. Maar toen bleek dat we daar inderdaad nog niet moesten zijn. En Nemona zegt, ja, 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 snel, snel. Ik wil een battle tegen een gelijke doen. Iemand die net zo goed is als ik. Let's go, Nemona. Let's go, Geeta. En Geeta zegt nog van, ja, het is niet vaak dat zij zo excited is. Ze is gewoon heel blij dat je dit hebt gehaald. En nu ben je echt een rivaal voor haar. Geeta gaat op ons wachten bij de Pokémon League in het noordwesten van Messago. En daar kunnen we nu dus ook naartoe. Maar we moeten ook nog afrekenen met Team Star. En die hebben dus ook nog twee basissen hier die we niet hebben gedaan, zoals je ziet. Dus eigenlijk moeten we dat eerst gaan doen. Dus we hebben nog behoorlijk wat video's te gaan. Knal die duimpjes omhoog als je het niet gedaan hebt. Abonneer, belletje aan. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende. Mazzel!